Welkom iedereen bij de allereerste Draft Battle. Vandaag zijn we met Milan, Perry, Sander en mijzelf. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat, want dit was een gekut, je wil niet weten. We hebben Chicken en Ditto de Alolan Champion. Oh jongens, dat is dus een Hapaudon. Oké, we gaan zien hoe dit gaat, want ik ben heel benieuwd. Echt, jullie willen het niet weten, de recording is al een uur bezig. Dit is echt een drama. Oké. Ik doe die Ditto. Oh, het is geen imposter? Oh. Dat is de close combat. Oké, dat is wel heel... Heel. Oké, nou, op zich prima. Want ik heb... Ja, nee, ik heb heavy duty boots op mijn ding. Burn. Oké, Ditto is sneller. Dat is goed om te weten dat Ditto sneller is. En ik ben als traagst. Dus... Als in een Trick Room team was geweest. Oké, nu is waarschijnlijk Chicken sneller. Nou, Dynamaxen mogen niet in deze fight, dus. Ah, nu snap ik ook waarom hij geen imposter is. Nee, we hebben ook letterlijk al een goed uur in de Discord call gezeten hiervoor. En het is echt. Weer in close combat. Oké. En één voordeel hier aan wel aan is. Scorching Sand is special. En mijn Hippowdon is. Vis. Ja. Ja, die is neer. Geen burn, for fuck's sake. Oké, dan gaat iedereen nu zich waarschijnlijk op mij focussen. Ik heb niet mijn façade Pokémon bij me. Trelawney. Oké, en Milotic. Oké, dan komt waarschijnlijk een Water Move op mij af. Dus ik ga mooi wisselen. Ja, Hippowdon is niet geen... Oh, hij en ik had hetzelfde idee dus. Typisch. Fucking typisch. Nou, ik rest nog doen ze heel veel, want het is Heliolisk. Ja. Oké, Tokis is sneller. Ik weet niet wat hij met de Tokis gaat doen. Ah, het is Flame Orb. Oké. Ik kan gaan Grasnotten, maar ik wil... Het is... Ik wil dat beest wel neer hebben. Laat ik even heel eerlijk zijn, ik maak me niet echt veel zorgen om Milan. Want ik heb, volgens mij op mijn Stoudon heb ik Crunch. Dus daar maak ik me niet al te veel zorgen om. En U-turn, ja, het is voornamelijk... Kijk, het is wel flauw om meteen op Petty te focussen, maar ik wil ook geen Thunders. Waar focus je op? Ja, dus ook op het beest. Ja. Sterf, Milotic. die wordt wel kut. Die wordt heel kut nu. Dat is nu de vraag, hoe gaan we dit nu klaarspelen?
Oké. Okay. Ja, vinder op het ding, denk ik. Nee, weet je wat? Gewoon U-turnen. U-turn en dan gewoon chip. Met zijn stream. Ja, het doet niks. Het doet geen ruk, man. Ja, Wild Charge of Wapple. We gaan naar Wapple. Zetten we het zand op. En volgens mij heeft niemand meer heal of wat dan ook. En dan kan ik Sandrush op die flikken doen. Ja, het is ook allemaal special, hè. Dat maakt niet beter, het is allemaal special. Oranguru, oké. Ja, ik kan Dynamaxen, maar dat gaan we niet doen. Ik kan nog wel hits steken. Ja, nu gaat waarschijnlijk. Ik weet niet of hij Magmortar Power Up heeft. Dat is een beetje de vraag. Heeft hij Power Herb? Anders kan hij Solar Beam doen. Want Hippowdon is bulky. Maar niet super bulky. Ja, ik heb een Cresnod. Ja. Op zich was dat wel te verwachten. Ja, met Field. Was op zich wel te verwachten met dit. En ik krijg wel Cresnod op die, maar ja, het is. Ja, daar stond niks voor. Oeh, dat scheelde niks, man. Nou, in ieder geval hebben we Stoutland met Sandrush. Oké, ik denk gewoon. Ik maak me geen zorgen om die Espeon. Gewoon de Oranguru killen. Want die Espeon gaat deze battle dood. Ja, daar is de Cobber. Defense drop, dat is mooi, dus die is volgende beurt dood. Ja, ik ben een Stoutland. Dus ja, doe niet zo al te veel. Oké. Is die dood? Oké. Was de laatste Pokémon die dan ding mee had? Geertruida. Oh, lijkt daar nou niks. Nou, momenteel niks voor hebben. Nou ja, we killen deze even. Ik hoop dat Paddy slim is. En zich focust op de Klinklang. Ik maak me veel zorgen om die Klinklang dan de Pokémon hier naast me. Bingo. Lekker bezig, Paddy. Want die Ditto was al laag.
Wat heeft zin hier? Ik ben sneller, dus als je transformt in mij, krijgt hij de stat drops. En daarvoor doen we het. Psychic. Ah, Tsuk. Ah, als het niet gebeurd was, had ik waarschijnlijk nog overleefd ook. Ja, we zitten even op een andere Discord, dus ik... excuses als mensen dat horen. Zo, probeer even iets zachter te zetten. Zo, maar dan horen mensen het niet. Oké. Dan is het tijd voor Thunder. Nou, niet tijd voor Thunder, want dat gaat niet worden. Grassnot doen ze heel veel. Ik kan gaan raindansen. Ik ga raindansen. Ik denk dat het Grassnot killt momenteel. Killt Focus Blast. Waarschijnlijk wel. Yep. Dus Sander gaat vandoor met de eerste win. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.